It's number one. Welkom allemaal bij de Loopings Top 10. Ja, wat is de Loopings Top 10? Nou, je staat er niet bij stil hoeveel inversies 8 banen hebben. Want eigenlijk zijn het inversies. Maar om het makkelijk te houden en mensen spreken over loopings, houden we er bij loopings. Dus we gaan een top 10 doen van verschillende soorten inversies / loopings. Op nummer 10 doen we makkelijk de traditionele, gewoon de oude looping. En dan niet die van Vekoma, dus bijvoorbeeld die van de Python of Hellendoorn, de Tornado. Want die loopings die lopen zeg maar in een lus. Maar dan bedoel ik de loopings van bijvoorbeeld Schwarzkopf. Die zijn erg goed. Olympia looping, die heeft er maar liefst 5. Maar ook Slagharen, de Thunderloop zit zo'n looping in. Die zijn krachtig, stevig. Ja, echt mooi rond. En dan word je echt helemaal ingesmeten. En dat heb je dus niet bij de Python en bij Hellendoorn. Dan ga je een beetje een soort knikje krijgen erin. Ik weet het niet. En bijvoorbeeld Indiana Jones, hè, Parijs, Disneyland heeft ook zo'n looping. En Typhoon heeft zo'n mooie ronde looping. Falcon. Ja, dat zijn echte betere loopings. Gewoon een echte mooie ronde looping. Kan er heel erg van genieten. We gaan door naar nummer 9. Want daar staat de Sidewinder. En wat is een Sidewinder? Die zit bijvoorbeeld in de El Condor, in de Vampire of in de MP Express. Nou, oftewel alle SLC's van Vekoma hebben die. Het is een halve looping met een halve kurkentrekker. Dus je maakt een looping en je doet een halve kurkentrekkertje aan vast. En dan kan je in principe een bocht maken, maar dan op een iets sierlijke manier. Dus dan komen we eigenlijk ook meteen bij nummer 8 uit. Want dat is de Cobra Roll. En dat zijn feitelijk twee Sidewingers aan elkaar. Dus je krijgt die halve looping, kurkentrekker, halve looping en dan ga je 2 keer over de kop in 1 looping element. Je kent deze bijvoorbeeld in de Speed of Sound in Walibi Holland en natuurlijk Hurricane in Belantis heeft er ook zo eentje. Ja, daar hebben nog veel meer achtbaan hebben dat element, maar ik zal even 2 makkelijke voorbeelden noemen. Nummer 7 lijkt er een beetje op, dat is de Rollover. En die zit bijvoorbeeld in Express en de Condor. En de Condor is dat de eerste keer dat je 2 keer over de kop in gaat. Een soort hartje maak je dan. Dus je gaat een halve looping in, krijgt een kurkentrekker. En daarmee rol je dus over, zeg maar. Want je krijgt er nog een kurkentrekker achteraan. En niet zoals de Cobra Roll dat je dezelfde kant terug gaat, maar je rijdt door, zeg maar. En dan krijg je een halve looping naar beneden. Ja, Express is dan het makkelijkste voorbeeld. Dat is buiten, dat kun je het goed laten zien. Maar bijvoorbeeld Rock'n'Roller Coaster is exact dezelfde baan. Nou ja, bijna exact dezelfde baan als Express. Die heeft er ook eentje in zitten. Maar ja, goed, dat is donker, dus dat kunnen we niet van zien. Op nummer 6 komt de Batwing. En de Batwing, ja, dat is dus een halve kurkentrekker met een halve looping naar beneden. Dan ga je weer een halve looping in, draai je terug naar boven. En dan krijg je een halve kurkentrekker. En dat is in principe, ja, omgekeerde Cobra Roll. Daar lijkt het wel een klein beetje op. Alleen de elementen worden iets anders gebruikt. Maar ik vind deze beter dan de Cobra Roll. Dat is gewoon puur de hoog. Ja, de snelheid ligt gewoon hoger. Want je begint met een kleine kurkentrekker en dan stort je vol naar beneden. En dan rij je weer terug naar boven. Terwijl als je met een Cobra Roll, dan rij je eerst naar boven. En dan ga je dus de hoge snelheid is gewoon een stuk minder in die looping. Dus daarom vind ik die Batwing gewoon beter. Die gaat gewoon veel sneller en veel harder. De volgende looping is de Hardline Roll. En wat is een Hardline Roll? Die zit er bijvoorbeeld in de Typhoon in Bobbialand. Dus je wordt zeg maar over de kop heen gedraaid en dan is je hart is dan zeg maar het centrale punt. Dus zoals een S16 dat ook doet. Je draait echt om je eigen as heen. En nog meer voorbeelden van dat soort loopings is bijvoorbeeld al, ja, de Falcon heeft er natuurlijk eentje zitten. En Trips Drill heeft er natuurlijk eentje. Carogo natuurlijk. Op nummer 4 komt de Inline Twist / Barrel Roll. En die kennen wij bijvoorbeeld uit de Blue Fire op het laatste city. En die is echt mega. Dat is de beste inline twist die ik geloof ik wel eens gedaan heb. Je wordt helemaal je stoel uitgelift. Ik zat de allereerste keer in met mijn camera en ik dacht dat ik eruit flikkerde. Dat zijn de beste. Maar dichterbij kennen wij ze ook. Bijvoorbeeld de El Condor, Vampire. Oftewel alle SLC's hebben zelfs een dubbele inline twist. Dat zijn die laatste 2 keer dat je over de kop in gaat voordat je de remmen inknalt. Ja, dat zijn dus inline twists en ik vind dat echt fantastische elementen voor een achtbaan. Op nummer 3 zetten wij een Immelman neer. En ja, die kennen wij uit de Baron. Die is onlangs gebouwd in de Efteling. En natuurlijk de Black Mamba heeft er eentje van Tasialand in Duitsland. Ja, wat is het? Het is een halve looping. Een grote halve looping met een soort inline twist erachteraan. Je wordt op zijn kop word je omgedraaid. Ja, om je as zeg maar heen. En dan word je weer rechtop gezet. Ja, een heel leuk elementje is dat. Ik doe hem graag. Maar wat ik persoonlijk nog een vettere element vind is een dive loop. Oftewel een duiken, ja, looping zeg maar. Ja, kennen we die van bijvoorbeeld Carogo heeft er een paar in zitten. Ik geloof 2. En Timber Drop. Dat is echt een klassieke Timber Drop in heel moeilijk naampje. Frau Pirie City. Ja, allemaal verbeteren. Geen idee. In Frankrijk ligt dat, Noord-Frankrijk.
Dat is een looping. Je wordt op zijn kop gezet door een inline twist, zeg maar. En dan duik je naar beneden. Een dive loop begint eigenlijk altijd op zijn kop. En ze worden wel eens vaker gecombineerd met halve loopings en zo. En dan duik je echt ergens naar beneden. Echt een heel mooi element vind ik dat. En de absolute nummer 1 is wat mij betreft de Zero Roll. G-Roll, hoe je het noemen wilt. Waar kennen we die van? De Baron heeft hem bijvoorbeeld zitten. Dat is de laatste looping die je maakt. Hurricane, de eerste looping die je maakt in het beland is. En de Black Mamba in Fantasialand heeft er eentje tussen zitten. Ja, je wordt heel snel ondersteboven gezet. Een soort inline twist, maar dan wat heftiger, wat sneller. Je gaat ook met een bergje meestal omhoog. En juist doordat hij gewoon heel snel is, vind ik hem erg goed. Het is echt een prachtig element. En banen die dat hebben, die scoren bij mij al erg hoog. Die Zero G-Rolls, die kan ik gewoon iedere keer blijven maken. Dat vind ik gewoon vet. Uiteindelijk is dit maar een fractie van de loopings die je allemaal hebt. Je hebt natuurlijk tientallen loopings. Je hebt ook hele zeldzame loopings. Hè? Bijvoorbeeld dan de Roll Out, de Noorwegen Loop en de Wrap Around Corkscrew. En noem er maar een paar op. Maar die zitten meestal alleen in één achtbaan en daar is er maar eentje van gebouwd. Noorwegen Loop staat bijvoorbeeld in Noorwegen, vandaar dat hij ook zo heet. En er is er ook maar één achtbaan van. Dus je kunt nog tientallen loopings erbij zetten. Maar ik heb gewoon even een top 10 genomen die wat bekender zijn. Daarmee ook wat populairder zijn en die we allemaal herkennen. Maar mocht jij nog loopings kennen of weten, dat je zegt van die zijn veel vetter dan deze 10 bij elkaar. Laat het even weten hieronder aan de comment.